Dit jaar is het zover. Gen 9 van Pokémon zal uitkomen met twee geheel nieuwe Pokémon games. In deze video vertellen we je wat we nu al weten over deze nieuwe generatie Pokémon en de nieuwe games Scarlet en Violet. Tijdens een Pokémon Presents op zondag zijn Pokémon Scarlet en Pokémon Violet aangekondigd. De games staan gepland om eind dit jaar uit te komen, maar er is op dit moment nog geen vaste releasedatum. Met de nieuwe games zal ook de 9e generatie Pokémon uitkomen, wat waarschijnlijk betekent dat er dan ruim 1000 Pokémon zijn om te verzamelen. We hebben al 3 Pokémon mogen zien van Gen 9, namelijk de 3 starter Pokémon. Als eerste zie je hier de gras-Pokémon Sprigatito, die al direct een fanfavoriet werd op het internet. En hier heb je de vuur-Pokémon Fuecoco, die mogelijk wat weg heeft van een krokodil of dinosaurus. En tot slot is er de water-Pokémon Quaxly, die mogelijk lijkt op een matador. Laat ons in de reacties weten welke van deze Pokémon jouw starter Pokémon wordt, want daar zijn we erg benieuwd naar. In de nieuwe trailer van Pokémon Scarlet en Violet zagen we ook al dat de nieuwe games een open wereld krijgen, net als dat we die hadden in Pokémon Legends Arceus, maar dan wel meer in de stijl van Sword and Shield. Als je kijkt naar de steden in de game en de Pokémon die er rondlopen uit de andere generaties, dan zie je dat het een stuk moderner is dan Legends Arceus. Het is tof om te zien dat Game Freak de volgende mainline Pokémon game open wereld maakt, want daardoor lijkt het erop dat dit nu de standaard wordt voor toekomstige Pokémon games. Tijdens de Pokémon Presents werd ook nog aangekondigd dat je nu een Shaymin kunt krijgen via een brief van Professor Oak in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Dus mocht je nog een Shaymin willen, dan kan dit tot en met 27 maart dit jaar. Iedereen krijgt, als het goed is, zo snel mogelijk de brief van Professor Oak. Er komt ook een update voor Pokémon Legends Arceus genaamd Daybreak. In deze update komen er meer Mass Outbreaks en jij moet onderzoeken waardoor dit precies komt. Dit zal een mooie kans zijn om te shiny hunten bij de Mass Outbreaks. En geheel in Pokémon D-stijl is er ook een cadeau voor alle spelers. Als je de code Arceus Adventure invult bij je Mystery Gift, dan krijg je 30 Ultra, Gigaton en Jet Balls. Ja, dit waren de grootste en belangrijkste nieuwtjes van Pokémon Day. Laat in de comments weten welke starter jouw favoriet is. En als je ons wil helpen, dan mag je altijd de video liken of abonneren. Voor nu bedankt voor het kijken en hopelijk zien we je weer in de volgende video.